Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we gaan kijken hoe dat zit met de mannelijke en de vrouwelijke energieën voor het teken Ram. Dus dit is een van de laatste van de zodiac readingen voor de komende 3 maanden. Laten we zeggen dat eind maart, eind april, zoiets. En we gaan kijken hoe dat de schaduwen zijn in de mannelijke en de vrouwelijke energie. Wat dat de energie van de connectie is. Waar dat bewuste denken zit bij de mannelijke en bij de vrouwelijke energieën. En dan nog een aantal boodschappen. Ik voel onmiddellijk ook heel veel pijn in mijn hart. Dus bij één of beiden zal er iets ook zijn van hartopening en ook verwerken van verdriet. We gaan wel zien of het nog verder weer naar boven komt of nog duidelijker wordt. Wat is het schaduw voor de vrouwelijke energie bij Ram? Oké, deze. Ja, en ik zie ook onderaan de code. Dus er zijn een aantal verschuivingen aan het gebeuren in deze connectie. Want beide kaarten liggen omgekeerd. En wat zien we bij de mannelijke energie? Gaat het over het eigenlijk vechten. Vooral het gevoel dat ik heb, zo de constante strijd tussen goed en kwaad, maar ook tussen hoofd en hart. En dus daar is de mannelijke energie nog steeds aan doorheen werken. Ook het weerstand voelen voor deze connectie, weerstand voelen om wakker te worden, weerstand voelen voor bijvoorbeeld spiritualiteit of energiewerk, al die dingen. Maar naarmate dat de vrouwelijke energie in deze connectie eigenlijk verder in haar groei gaat, dus je ziet hier ook het portaal, de portaalkaart. Dus hoe meer dat zij inderdaad in haar groei stapt, hoe meer dat we gaan zien dat er ook veranderingen gaat gebeuren bij de mannelijke energie. En let op, mannelijke en vrouwelijke energie hebben we ook in onszelf. Dus afhankelijk van waar je zit in jouw connectie, of in jouw ascensie, je eigen bewustwording, moet je eigenlijk deze dingen op jezelf ook gaan toepassen. En dat zien we dat we extra informatie krijgen voor de mannelijke energie en voor de vrouwelijke energie. Dus ik denk de pijn in het hart, de hartstreek, gaat misschien op het fysieke vlak eerder voelbaar zijn bij de vrouwelijke energie. Maar de hoofd-hart-kwestie, als het zo mag ik zijn, gaat zichtbaar of voelbaar of gaan zijn bij die mannelijke energie. Wat schijnen we nog meer kunnen zeggen voor de mannelijke energie? Ik ga straks uitleggen wat dat is dat ik hoor en wat dat de kaarten extra als bevestiging geven. Oké, niks meer voor de mannelijke. Dan voor de vrouwelijke. Ik had dat bij de vorige video's ook gezegd. Dus je kan kijken voor Ram. Als jij een Ram bent. Als je kijkt voor jezelf en je eigen connectie omdat jij Ram bent. Je kan ook kijken naar het zodiac teken van je tweelingvlam. Maar kijk ook eens waar dat de Noordnode staat in jouw eigen kaart. Omdat Noordnode heeft te maken met waar dat we lessen te leren hebben in dit leven. En dus aangezien dat tweelingvlampad ook een van de lessen is dat we leren en die ons helpen, kan je ook daar in die video boodschappen ontvangen. Wat zien we hier? Dus we zien hier, waarom hebben we weinig informatie gekregen of extra informatie gekregen van deze mannelijke energie? Omdat die eigenlijk nou wat heel aan het begin staat van ontwaken. Waarom? Omdat ze aan het leren zijn om volledig en overgave te gaan aan iets wat groter is dan zichzelf. En daarin worden ze ook geleid en ondersteund. En dat maakt dat ze gaan terugdenken aan dingen van vroeger, aan dingen uit de kindertijd. Dus gaandeweg aan de hand van de obstakels en dingen die op hun pad komen,
worden ze uitgedacht om eigenlijk het leven dat ze leiden aan een soort van evaluatie te gaan onderwerpen. En dus dat is onder andere door het in contact te komen met deze vrouwelijke energie, waardoor dat ze eigenlijk alles gaan, ja, echt aan een evaluatie gaan onderwerpen, om uiteindelijk dan meer balans in zichzelf te gaan krijgen. Dus om inderdaad in die ontwaking nog dieper te gaan stappen. Maar ze zijn er nog niet, omdat ze dus nog heel veel weerstand hebben. En daarom ook die bollen, die mogen denken aan al die gedachten, aan al die dingen die, waardoor dat ze constant eruit getrokken worden eigenlijk. Nu, dat is heel normaal, zeker in het begin. En zeker als je bijvoorbeeld ook vrolijk energie bent, ga je dat ook ervaren hebben. Dat er een punt was waarbij je zoiets had van, ja, ben ik hier nu helemaal gek aan het worden. En zeker als je het pad van een tweelingvlam loopt, dan gaat er zeker een moment zijn waarbij je dat denkt. Wat krijgen we hier? De Knight of Swords, de Queen of Wands. Dus we zien de vrouwelijke energie is echt aan het leren om haar eigen energie te gaan leren bemeesteren. Om te gaan leren en te ontdekken wat betekent het om een Divine Feminine te zijn. Wat betekent het om een tweelingvlam te zijn. Met als doel om vanuit haar eigen passie en haar eigen vrouwelijke energie, vanuit haar eigen vrouwelijke feminine energie, die eenheid te creëren in zichzelf. Maar natuurlijk, die gedachten werken nog niet altijd voor haar. En daarom krijgen we ook die andere kaarten hier. Dus de Ace of Wands, de 6 van Wanten omgekeerd, de 7 van Wanten omgekeerd en dan de Duivelkaart. Waarom? Omdat ze eigenlijk aan het leren is om volledig te vertrouwen op die passie, op die intuïtie, op die verbinding dat ze heeft met haar hogere zelf, met energie. En ze zal er ook in slagen, maar nu, ja, ligt die succeskaart nog ondersteboven, omdat het nog niet volledig, wat we zeggen, geïntegreerd is. Het is nog niet volledig eigen gemaakt. Waarom? Omdat ze nog een aantal haaktieren heeft aan het willen kijken naar van, oké, maar dat is de realiteit. Dus dat is de realiteit. En hoe kan ik mij dan op die manier voelen? Dus daarin zie ik ook weer die spiegeling. En hoe meer dat de vrouwelijke energie voor zichzelf dat gaat healen, hoe meer dat de mannelijke energie ook daarin stappen zal kunnen nemen. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe dat de energie van de connectie gaat zijn. Kijk, we zien hier ook alchemie omgekeerd en meester van orbs. Dus zowel bij beiden is het een kwestie van te leren heel bewust om te gaan met de gedachten en om te erkennen dat we energie zijn in een mensenlichaam en niet omgekeerd. Wat is de energie van deze ramconnectie? Ja, eight and challenges. Wat nog? Oké, voilà, daar zijn we ze. Dan hebben we hier nog, dus we hebben de 8, ik had het zo lang, 8 van Challenges. De 6 van Challenges, dus dat is het element water. Dan hebben we de Ace van Crystals, is element aarde en schaduw ondersteboven. Dus beide twins zijn eigenlijk, dus de connectie zit nog een stukje vast in de 3D, in de Matrix. En dus hoe meer dat beide partijen zullen weglopen van alles wat dat hen niet meer vervult, van alles wat dat niet meer klopt en de richting de connectie meer gaat gaan stappen, hoe meer dat ze gaan voelen en ervaren en dus ook dus hun angsten loslaten, want ik kreeg echt zo van dat energie of gevoel in mijn keel dat ik constant moet boeren laten. Dat heeft te maken met loslaten van angsten. Dan gaan ze die diepe connectie, die diepe zielsconnectie meer en meer ook gaan ervaren. Wat uiteindelijk dan een nieuw begin in het fysieke gaat teweeg brengen. Maar ze moeten dus eerst eigenlijk loskomen van het spinnenweb dat ze zelf gecreëerd hebben. En eigenlijk door hun eigen schaduw gaan werken. Maar zie je hier ook, er staat hier een vrouw. En hier, dat is like een eerder een manspersoon. En dus ze worden nog gescheiden door de illusies van de 3D-wereld. En ook van hun eigen illusies natuurlijk, hè. We zien, dat is het To-Tarot, wat zei ik? To-Tarot kaartendek. Oh my god, het is maandagochtend. wat is het bewuste denken? Dus waar zit het bewuste denken? Waar is deze mannelijke energie eigenlijk op een bewust niveau in zijn gedachten mee bezig? Oké.
Waar is de mannelijke energie in deze connectie op een bewust niveau bezig? Het zijn allemaal belangrijke kaarten en ze liggen allemaal ondersteboven. Het zijn net de voelkaart. Wat is deze mannelijke energie mee bezig? Dat is te veel. Dus dat is ook het gevoel dat ik krijg, dat deze mannelijke energie eigenlijk met alles en niks bezig is. Dat hij volledig afgesneden is van zijn diepe essentie. En volledig getrokken is in de 3D-wereld. Vandaar, dat verklaart ook natuurlijk dat de... zoals we daarnet gezegd hebben, dat hij eigenlijk nog helemaal aan het begin staat van de connectie. Maar wat zien we? De Emperor omgekeerd, de Lovers gewoon. De Art-kaart, dus de Triomf. En dan de Knight of Wands en Abundance-kaart ondersteboven. Dus de Abundance is eigenlijk hier in dit deck de 3 van bekers. Het kan zijn dat deze mannelijke energie ook nog eens in een connectie is met iemand anders. Maar dat gaat niet voor iedereen zo zijn. Dus als je er niet bewust van bent, dus je niet bewust weet dat die mannelijke energie in een connectie of in een relatie is met een karmische partner of een soulmate, om daar lessen te leren, laat het dan ook voor wat het is. Dus denk dat niet als dat niet zo is of als je daar geen fysiek bewijs van gehad hebt. Hè. Ik zeg altijd... als je het niet weet, vul het niet in vanuit het meest negatieve, maar vul het in vanuit het meest positieve mogelijkheid. Dus ook hier zien we eigenlijk weer net hetzelfde. Een emperor die heeft volledig meesterschap over alle elementen. Maar deze mannelijke energie heeft dat niet. Het ligt ook ondersteboven. En er is een klein vlammetje in zich die aan het branden is. Maar dus... omdat hij ook geen resultaat ziet en ook zich niet overvloedig voelt en ook niet geliefd voelt in zijn wereld of zelfs in zijn relatie waar hij nu in zit, dan vindt hij eigenlijk de weg vooruit niet om echt in die emperor, dus om in die geheelde mannelijke energie te stappen. Maar daarom is ook die connectie met zijn vrouwelijke energie er ook gekomen. Dus daarom is er ook contact geweest of is er contact tussen jullie, zodanig dat deze mannelijke energie geduwd wordt in zijn eigen groei. En dat hij gaat gaan leren spelen met de verschillende elementen. Want in deze kaart kun je ook zien dat deze man en vrouw eigenlijk, het is een combinatie van beide, dat die verschillende elementen samen gebruikt. Je ziet hier ook constant ook die dualiteit hierin. En dus deze mannelijke energie is eigenlijk ook op bewust vlak daarover aan het nadenken. Hè? Want we hebben ook gezien, ze zitten in het begin van dat bewust worden. Maar... ja, het antwoord dat ze gaan vinden, gaan ze vinden via het omgekeerde proces zodat de vrouwelijke energie eigenlijk doet. Dus de mannelijke energie die kijkt naar zijn buitenwereld en dus door de dingen die daar verkeerd gaan, worden ze geduwd naar binnen. Bij de vrouwelijke energie is het omgekeerd. De vrouwelijke energie voelt van, oké, dat is hier allemaal mogelijk, dat is hier mijn verbinding, dat is hier wat ik voel, dat is wie dat ik ben. En die gaat het van daaruit in haar mannelijke energie stappen en het van daaruit dan vormgeven. Wat is de bewuste denken voor deze vrouwelijke energie? We hebben de 4 van zwaarden. Met ook Jupiter en Truth. We hebben de doodskaart. De Knight of Swords, maar omgekeerd. De 10 van wanten, ook omgekeerd. En de Ace of Cups, ja. Deze vrouwelijke energie is eigenlijk echt al stukken verder. Ze heeft doorheen heel wat ballast en transformatie al doorheen gewerkt. Ze heeft toch niet altijd haar eigen gedachten onder controle. En wordt soms nog een keer door dingen die in de buitenwereld gebeurt van haar kaart of van haar pad afgeduwd of uit balans gehaald. Maar... wat dat wel zeker is, en wat ze bewust ook voor gekozen heeft, is dat ze een nieuw begin wil. Ze wil alleen maar nog die dingen doen die vervulling brengen en die goed voelen. Maar dat vraagt natuurlijk dat zij ook leert om dan met die andere elementen om te gaan. Dus met haar eigen passie. En daar vindt ze nog niet altijd de balans. Omdat ze heel lang het altijd vanuit een puur vervormde mannelijke energie gedaan heeft. Dus door de verbinding weer te vinden met haar eigen vrouwelijke energie en dus die afstemming met haar hogere zelf, gaat ze meer en meer ook de weg vooruit zien. Hè. Gaat
gaat ze meer en meer ook de leiding ontvangen. Gaat ze meer en meer ook die balans in zichzelf vinden om vooruit te gaan. Boogschutter is hier een teken dat ik hier al een paar keer gezien heb. Dus het kan zijn dat er hier misschien een connectie is tussen een ram en een boogschutter. Het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld boogschutter als dus je maan of Venus of ascendant en een boogschutter hebt. Dus pas toe hoe dat voor jou natuurlijk klikt. Wat ik hier ook nog moet uit meegeven, is dat hoe meer dat deze vrouwelijke energie in zichzelf de mannelijke energie gaat gaan helen, en dus van daaruit die balans vindt in zichzelf tussen mannelijke en vrouwelijke energie, dat ze ook gaat in staat zijn om meer overvloed voor zichzelf te gaan creëren. Want we krijgen hier ook de Jupiter-kaart. Oké, en dan, wat zijn de boodschappen van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie? Wat zijn de boodschappen van de mannelijke energie aan de vrouwelijke energie? Ja. Wat hebben we? Ze laten op hier ondersteboven. Breed jouw idee over wat een tweelingvlam is uit. Het is niet enkel een romance, dus niet enkel een romantische relatie. Maar het is een diepe zielsactivatie om die ons laat helen, zodanig dat we uiteindelijk liefde en licht volledig kunnen gaan belichamen. De mannelijke energie zegt aan deze vrouwelijke energie: ik denk dat ik vind jou mooi van binnen en van buiten. Ik zie het licht dat van jouw ziel afstraalt of naar buiten straalt. En we zien hier ook dat deze mannelijke energie eigenlijk ook wel contact houdt via sociale media of internet. Misschien hebben jullie elkaar op die manier ook ontmoet. Als er geen communicatie is, weet dan dat ze jou stiekem ook op een of andere manier stalken. Om te weten, meer te weten te komen over wie dat je bent, hoe dat je in elkaar zit, of dat wat de moeite is om hier die connectie te voeden of na te jagen. Of vaak ook, wat ik ook merk, is ook om hun eigen angsten te sussen eigenlijk. Om te kijken van, oké, is dat wel waar wat ik denk of wat dan ook. En dan, wat zegt deze mannelijke energie ook nog? Dat hij twijfelt of dat hij wel alles in zich heeft om jouw partner te zijn. Dus dat komt ook een beetje samen met wat we hier ook gezegd hebben. Dit is ook sowieso een zielsactivatie. En het is de bedoeling in eerste instantie om te healen, om te ascenderen. En om van daaruit een voorbeeld te zijn voor anderen. Wat zegt de vrouwelijke energie aan de mannelijke energie in deze connectie? En let op, ook, dat kan ook boodschappen zijn van jouw hogere zelf over jouw mannelijke energie of jouw vrouwelijke energie in jezelf. Dus, ook daarin, zet jezelf niet vast. Hou je ogen en je oren open. En je visie ook. We krijgen een aantal dingen over karmische banden. We gaan eens even zien wat dat precies is. Wat is de vrouwelijke energie? Ja, oké. Wat hebben we? Vrouwelijke energie is aan het worstelen met afhankelijkheid, dus gehechtheid. En is eigenlijk een stukje nog bang om oude copingmechanismen, dus oude verdedigingsmechanismen, beschermingsmechanismen, om die los te laten. En dat zie je nou hier ook gezien hebben. Maar dus hoe meer dat ze kiest voor zichzelf, hoe meer dat ze ook die stukken gaat kunnen transformeren en helen. Jouw of mijn kinderen komen eerst. Vertrouw dat dit ook een onderdeel is van het plan. Het kan ook zijn dat het ook gewoon gaat over je innerlijke kinderen. Dus pas dat ook toe. En dus, wat betekent dan innerlijke kinderen? Dat gaat over je eigen healing. Union, ondersteboven. Union is een energie, geen fysieke constructie. Zelfs wanneer we niet samen zijn, voel ik onze union. Ja. En hoe meer je dat als vrouwelijke energie, en dat is dan later ook de mannelijke energie, maar hoe meer je dat voelt, hoe meer je het ook eigenlijk naar je toe trekt. Hoe meer je het aan het kristalliseren bent in het fysieke. Pardon. En ook daarin mag je dus angsten verder loslaten. De vrouwelijke energie zegt aan de mannelijke energie: ik begin meer en meer te focussen op mijn missie. En onze connectie is daar een deel van. Dat is ook zeker zo. Zeker voor de vrouwelijke energie, maar ook voor de mannelijke energie. Wat zegt de vrouwelijke energie? Ik ga door een dark night of the soul, dus de donkere nacht van de ziel. Niets in het leven, of in mijn leven, maakt eigenlijk, is nog logisch, klopt nog. Dus ik ben die stukken aan het herschikken, aan het uitzoeken. En dan, wat zegt de vrouwelijke energie aan de mannelijke energie ook nog? Lange geleden heb ik enkele delen van mezelf afgesloten die liefde, romantiek en intimiteit wilden. Maar jij zorgt ervoor dat die weer naar boven komen. En dat is ook zo. Dat heeft ook te maken met die copingmechanismen loslaten.
Omdat jouw tweelingziel, je tweelingvlam, is eigenlijk de enige diepe zielsconnectie die jou volledig op de meest zuivere manier kan spelen. En dat maakt dat zij gewoon ook doorheen al die muren en copingmechanismen dat we gemaakt hebben, gewoon er doorheen ja, vuren. Dat is als dat die er gewoon doorheen stralen. Dus die werken niet bij jouw tweelingvlam of tweelingziel. Dus uiteindelijk is het ook niet veel zin dat je dat probeert bij gaan toe te passen, want ze kijken er doorheen, ze zien doorheen het ego, ze zien doorheen het imago of het beeld dat jij wilt gaan pretenderen of wilt gaan tonen alsof ze voelen jouw meeste, diepste onzekerheden. Waar dat anderen het misschien wel voelen, maar de vinger niet kunnen opleggen wat dat precies is. En wat is dan de energie, dus van de universele vlam, waar je als tweelingvlam in deze connectie mee kan samenwerken of aanroepen. Oep, voilà, daar vliegt hij. En dat is de, ik ga de kleur niet noemen, want iedereen ziet de kleuren ook anders, maar het is verbonden met aartsengel Samuel en met sereniteit. Dus je kan deze kleur oproepen. Als je nog niets weet over de universele vlammen, dan zou ik aanraden en kijk naar de videoserie die ik gemaakt heb. Ik weet dat de kwaliteit van de video's niet altijd oké zijn. Het staat op de planning om die opnieuw op te nemen. Maar dus, daar vind je de belangrijkste stukken in. Of als je al klaar bent, kan je natuurlijk het programma Universele Vlammen volgen. Dat is een 9-weken programma waarin je eigenlijk alle tools hebt om je eigen ascensie en je eigen stukken diep te healen en aan te pakken. Zonder hulp of afhankelijkheid van een coach of een healer of wat dan ook. Nu, als je daar meer wilt over weten, klik op linkjes onderaan deze video. Wil je een persoonlijke reading of healing voor je eigen connectie of voor je eigen proces, dat kan ook natuurlijk, dan ook dat kan je reserveren via de website. Voilà, ik wens je een fantastische fijne dag. Oh ja, als je het nog niet gelezen hebt, het e-book over tweelingvlammengeheimen staat ook online beschikbaar. Dus dat kan je ook aanvragen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Voilà, dat was het voor nu en ik zie je in de volgende video. Dag!